Elke zondagmorgen geven we u op Radio Gelderland in Zin in Zondag de mogelijkheid een kaarsje voor iemand te branden. Voor iemand die misschien wel wat extra steun kan gebruiken of voor iemand die gemist wordt. Aanmelden kan heel eenvoudig via kaarsje@gld.nl. Dus kaarsje@gld.nl. Aan de telefoon nu Louis van der Vrede. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie wilt u vanmorgen een kaarsje branden? Ik wil een kaarsje branden voor mijn neefje Inke van der Vrede. En Ink, dat is een bekende naam. Inmiddels hier zeker al bij de omroep. Want wat was het vorige week woensdag? Heeft voltrok zich een ramp in uw familie. Wat gebeurde er? Er is brand uitgebroken vorige week woensdag. In de woonwagen van mijn broer en mijn schoonzus. En daar heeft kleine Inke heel spijtig de dood gevonden. Wat een afgrijzelijk verhaal. Ja, één drama. Dat kunt u wel stellen. Ja. Wie was de kleine Ink? Wat was het voor mannetje? Inke was een vechtertje. Ik kan me nog herinneren de dag van gisteren dat hij geboren werd. 18 minuten gereanimeerd. Alles overleefd, om het zo te zeggen. En ja, nog geen 5 jaar mogen worden. Hij zou 29 april 5 geworden zijn. Ach. Dus maar een lief, vrolijk ventje. Ja. Wat gebeurde er daarna allemaal, hè? Na vorige week woensdag? Ik zal u heel eerlijk vertellen, het is als een roes is het eigenlijk voorbij gegaan. Het is een hele zware week geweest. Veel gehuild, ja. Gerouwd. Hartverwarmende berichten binnengekregen door heel Nederland. Mensen die ons gesteund hebben als familie zijnde. Ja, echt onbeschrijfelijk wat dit losgemaakt heeft. Ja, een stille tocht, hè? Ja, een stille tocht. Heel indrukwekkend. Honderden mensen. Ja, dat was echt heel erg indrukwekkend. Ja. Afgelopen woensdag was de uitvaart. Hoe was dat? De uitvaart, hoe moet ik dat omschrijven? Overweldigend de stoet er naartoe. De aankomst op Moskou. Daar hebben wij als familie zijnde echt aan te kijken. Eén grote mensenmassa. Ja. Hoeveel mensen er zijn geweest, ja, ik kan het niet schatten. Maar echt ongelooflijk hoeveel mensen er met ons meegeleefd hebben. Ja, wat deed dat met u als oom? Laat ik het zo zeggen, het klinkt misschien raar, maar het doet je goed. Hè? Dat er zoveel mensen met je familie meeleven. Zoveel mensen met mijn broer en mijn schoonzusje. Met mijn neefje en mijn nichtje. Hè? De kinderen van mijn broer en van mijn schoonzusje. Die gelukkig nog in leven zijn. Ja, dat doet je als familie goed. Hè? De woonwagengemeenschap die opgestaan is. En eenheid vormt. De mensen in de buurt. Mensen door heel Nederland. Alles wat er opgezet is voor mijn broer en voor mijn schoonzusje. Ja, dat doet je als familie goed. Ja. Het is een steun. We krijgen onze kleine man er niet mee terug. Maar het is wel een steun. U zult per dag kijken, hè, hoe het gaat, maar toch een heel klein beetje. Hoe moet u verder als familie? En voor elkaar zijn. En proberen een plek te gaan geven. En proberen verder te gaan met het leven. Het is heel erg moeilijk. Het wordt echt van dag tot dag bekijken hoe het gaat en hoe we verder gaan. Maar het belangrijkste is er voor elkaar zijn. Ja. De eenheid die we nu hebben gevoeld in de week naar de crematie toe. De crematie afgelopen woensdag gehad. Ja, die eenheid die moet blijven. Ja. Nou, vandaag, als klein gebaar, als heel klein gebaar. En hopelijk een klein beetje licht waar het zo donker is op deze 22e april. Branden we een kaarsje voor kleine Ink van der Vrede. Namens Louis van der Vrede, woordvoerder van de familie. Veel sterkte en kracht toegewenst. Heel hartelijk bedankt.